Koninklijke Visio. Alvorens we verder gaan over de toegankelijkheid van de U-app of andere slimme lampen, wil ik u adviseren om eerst advies in te willigen bij Koninklijke Visio als het gaat om een lichtbeleving en welke verlichtingssterkte en kleur en helderheid of warmte voor u het beste is. Bij Koninklijke Visio zijn er lichtexperts die samen met u kunnen onderzoeken wat de beste verlichting, werkverlichting of leefverlichting voor u is, zodat u het minste last hebt of het beste resultaat hebt bij verlichting in uw eigen huis of bij uw werksituatie. Desalniettemin kunnen deze lampen in huis zeer prettig worden ervaren, omdat deze natuurlijk in helderheid en in kracht te verstellen zijn. En zonder dat je daar een installateur of een DIM-installatie... Goedendag, ik ben Stefan Rijssen, digitale vaardigheidstrainer bij Koninklijke Visio. En in deze app vertel ik wat meer over de toegankelijkheid van de U-app en de U-producten. Philips U zijn slimme lampen die je in huis kunt gebruiken, die gewoon in je normale armaturen passen. Of je koopt volledige nieuwe U-lampen. En deze lampen zijn te dimmen, qua kleur te veranderen, qua tint te veranderen, afhankelijk van welke lampen je gebruikt, zonder dat je een dimmer nodig hebt bijvoorbeeld. Kort gezegd, de U-app is niet volledig toegankelijk om te gebruiken als slechtziende of blinde. En vooral niet als je een schermlezer gebruikt. Op het moment dat je de schermlezer gebruikt, is het wel mogelijk de U te activeren. Je kunt de U installeren, je kunt lampen toevoegen, etcetera. Dat kan allemaal wel. Ik kan zelfs scènes aanmaken. Maar wat ik niet kan doen, is de helderheid van een lamp of de tint van een lamp kan ik niet aanpassen in de U-app zelf. Ik zal het even demonstreren. Nieuwe scène, keuken, alle lampen staan uit. Meisjes, alle keuken, alle lampen staan. Ik pak even de keuken. Keuken 4. Ik pak even een lamp, keuken 4. Annuleer, knop. En vervolgens. Keuken 4, gereed. Knop, knop. Hoor ik knop. 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 Maar geen idee wat deze knoppen zeggen. Gereed. Knop, knop. Ik kan hier wel, als ik op de knop druk, hem aan- en uitzetten. Maar ik heb geen controle over wat hier eigenlijk gebeurt. Hier zouden schuifknopjes moeten zitten, waarmee je dus de tint of de kleur omhoog of omlaag kan gooien, of de helderheid. Die kan ik niet benaderen. Dit kan ik dan weer wel bij een overkoepelende thuis-app, zoals Apple HomeKit of Google Home. Op het moment dat ik die gebruik, kan ik namelijk in de app zelf kan ik de helderheid aanpassen met een percentagebalkje. En of ik kan de assistent een opdracht geven om lampen helderder of minder helder te zetten. Of bijvoorbeeld een kleur te veranderen, mocht de lamp ook een RGB-functie hebben. Dag, en je hebt het weer gered tot het einde. Vond je dit nou een behulpzaam filmpje? Ga dan vooral naar de websites van Koninklijke Visio, kennisportaal.visio.org en visio.org voor meer filmpjes, instructiemateriaal en informatie. Bekijk je dit filmpje op YouTube? Vergeet dan vooral geen like te geven.